Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma Zeg het maar. Wat moet ik zeggen, Kees? Ja, dat is leuk, hè? Ik ben de eerste, dus je mag hem even openen. Dat is echt welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Welkom bij deze programma van Zeg het maar van deze week. Ah, keur hem goed. Ja, keur hem. Waarom staan we hier op de markt in een tent? Wat is er hier aan de hand? Wij gaan vandaag proeverijen. Dus promoten van de markt. Mensen die de attributen, de waren allemaal aanbieden aan de mensen van die komen winkelen. En waarom is dat dan nodig? Nodig. De markt bloeit een beetje dood. Ja. Er zit weinig leven meer in de markt. En we proberen het een beetje daardoor, door de mensen te laten proeven wat de mensen van de markt te bieden hebben. En dan gaan we dus door laten proeven wat er allemaal te koop is op de markt. Om dit, de markt weer een beetje te pimpen, zeg maar. De markt is toch al heel breed, daar kan je toch al als krijgen en lekkere dingen. Dat klopt, maar de grote winkelbedrijven die hebben het ook. En die gaan te veel concurreren met de markt. Dus de mensen van de markt die kunnen daar niet tegen opbotsen. Het is een beetje een concurrentie. Dat is het probleem. Ja. Maar nou zijn jullie wel heel breed uitgestald. Want wat staat hier toch allemaal? Het is niet te geloven. Nou, ik... Kaas, olijven. Ja. Ongelooflijk. Lekker kibbelingetjes, haringje. Noten. We hebben biologische producten. We hebben stokbrood. We hebben van alles om te proeven. Jullie presenteren echt alles? Alles. Alles. Van alle marktkramen is hier wel wat te vinden. Ja. Jazeker. Jazeker. Jeetje, goed initiatief, man. Jazeker weten. Maar ik wist niet dat de markt een beetje aan het doodbloeden was. Dat had ik niet verwacht. Ja, nee, toen komen we gewoon omdat de mensen, de grote zaken, zoals je weet wel, de Albert Heijn, de Boni. Die hebben ook alles natuurlijk. Die hebben alles en die kunnen grotere partijen kopen om daar in lage prijzen aan te bieden. Die zijn breed gesorteerd ook natuurlijk, lage prijzen. Ja. En dat is de concurrentie van de markt. Dat is eigenlijk de concurrentie van de markt, ja. Dus daarom ben je nu de markt aan het promoten. De markt te promoten. Kijk, en dan komt er weer een lekker hapje aan. En dat wordt er aangeboden door onze knuffelbeer van de markt, Patrick. Knuffelbeer? Knuffelbeer Patrick. Even kijken, waar is die knuffelbeer? Dat is Patrick. Oh, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom op de Edense markt. Wij komen lekker tabernade brengen voor bij de stokbroden. Even kijken. Zo, dat ziet er goed uit, hè? Een hele pittige en iets minder pittig. Lekker met een broodje met olijven, een Toscaans feestbrood erbij met Italiaanse kruiden en zeezout. Goeiedag dan. Allemaal aangeboden. Ja, maar daarom door de kom markt. Ik toch, alleen hierom kom je toch al naar de markt toe. Ja, tuurlijk, zeker weten. Zeggen die weer toch niet missen. Hey, Ede is de mooiste markt van heel Nederland. Het is nog gratis en het is voor niks. En het is altijd mooi weer in Ede. Nou, vorige week stond ik nog in de regen. Dat was de vorige maand. Deze maand hebben we mooi weer. Dus positief blijven denken. Altijd. En altijd naar de markt toe komen. Juist. Ja, je kan toch alles krijgen toch. En eet brood, dan weet je zeker dat het geen paard is. Dat bedoel ik. Hey, geen paardenvlees. Hey, dat komt het wel goed natuurlijk. Dat bedoel ik, hè. Hebben jullie voor de rest nog wel een leuk weekend voor de boeg, heren en dames? We hebben altijd een leuk weekend. Wat ga je doen dan? Lekker met mijn vrouw echt misschien. Oh, hoor je het? Hallo. Oh, hallo, waar ben je nou? Oh, je was weer weg. Was dat deze? Hey, ik hoor net dat je weggaat. Ja, gezellig, waar gaan we naartoe? Ja, waar gaan we naartoe? Oh, dat is een verrassing. Oh, dat is een verrassing. Ja, ik ben gek op verrassingen. Ah, je maakt het ook een beetje spannend, hè? Ik hou het spannend. Ja, ja, zeker weten. Moet je wel doen, hè? Dat is altijd leuk. Ja. Nou, ga eens met z'n drieën naast elkaar staan. We gaan naast met elkaar. Ja, wat is het? Zeg ik namelijk 1, 2, 3 roep jullie heel spontaan volgende, maar dat lukt wel, hè? 1, 2, 3, volgende! Dank je! Oh, dat ziet er goed uit, zeg. Lekker! We staan net binnen. Dat is een lekker, hè? Smaakt hij een beetje die kibbeling? Heerlijk, jongen. Ja, het gaat er goed in, hè? Heerlijk, man. Ook daarom moet je op de markt zijn voor die lekkere kibbeling, natuurlijk. Echt wel. Echt wel, hè? Echt wel. Lekker, natuurlijk, hè? En die zit nou in Zeg het maar met die kibbeling. Heerlijk, hè? Ja, het is wat, hè? Ja. Dan zien ze je allemaal weer staan met de mond vol. Ach, jongen. Ja, het is wat. Dan kom ik leuks doen dit weekend. Dan kom ik een maandag hier zo en dan hebben ze het allemaal erover, hè? Dan krijg je gezeur weer. Ja. Hij zat weer in Zeg het maar met de bak met kibbeling. En dan zeggen ze, moet eens kijken, die wiersneusje staat ook eens een keer op de televisie. Dan start hij weer. Ja. Ja, het is wat, hè? Ja, verschrikkelijk. En nog een leuk weekend voor de boer. Ja, maar even kijken hoe het uitvalt, hè. Ja? Ja. Geen plannen gemaakt? Nee. Je ziet wel hoe het loopt. We pakken de dag zo die komt. Oh, dat vind ik een wijze spreuk, ja. Ja, hè? Gewoon zo pakken zoals die komt. Ja. Nou, nog een beetje voorjaar erbij, dan zijn we helemaal vrolijk. Nou, dit weer is ook goed. Dit is goed te doen, hè? Ja, dit is best. Je wordt er wel iets vrolijker van. Nou, doe maar lekker happen dan van de kibbeling. Want hij smaakt goed, zie je. Heerlijk. En dan heerlijk. En dan zeg ik volgende. Dankjewel. Dag, meneer. Ja, doe. Oh, wat een bak vol. Ziet er goed uit. Ja, leuk een stukje.
Nou, nee, ik doe eerst even verder werken, want anders kom ik niet meer op gang namelijk. Maar ze hebben hier wel servetjes, hoor. Ja, nee, maar ja, goed, ik moet nog wel wat doen, hoor. Anders krijg ik ruzie met de werkgever. Dan moet je wel eten, hè? Ja, nee, precies. Nee, ik ga niet snel verder. Eet smakelijk, hè? Dankjewel. Dag! Die moet ik niet opzetten daar, hoor. Nee, kijk maar wat tegenkom. Kom, kom. Oké. Doei! Volgende! Volgende! Oh, wat is dit lang geleden. Oh, wat is dit lang geleden. Met Dolly Dartjes. Waar zitten jullie nou toch? He, ik was de hele tijd op zoek naar jullie. Ik ga wel achter je lopen. Ja, nee, niet achter me lopen. Ah, ze gaan er weer vandoor. Jonge dame. Kijk even achterom. Doe het voor mij. Oké, dankjewel Dolly Dartje. Dag. Even kijken, waar is die andere? Ja hoor, daar is ze. Dag Dolly Dart, hoe is het nou? Ja, goed hoor, goed, maar ik ga wel weg. Ik heb je wel gemist hoor. Ja, dat zal wel, ja. Waar zitten jullie toch? Ja, overal en nergens. Overal en nergens? Ja, je hebt hem toch niet aanstaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk dat niet. Ik al. Roep maar even volgende dan. De volgende. Dank je, dag. Hak, wat leuk. Ik heb ze weer even gezien. Ah, dat is mooi dan. Dag, lievietjes. Ja, Floortje wilt heel graag gaan naar Xenos. Je bent er maar druk mee met die bloemen, hè? Jonge dame, ben je er altijd zo druk mee met die bloemen? Goeiedag dan. Nee. Ah, het staat wel lekker vol. Wat is er nou? Nee. Waarom moet ik nou weggaan? Dat is juist leuk verklaartje, al die bloemen. Nee. Ziet er wel goed uit, hoor. Leuk allemaal. Nou, zeg het maar. Leuk mutsje trouwens. Ja, leuk hè. Ja, wat ben je nou allemaal aan het doen op die markt? Ja, aan het werk. Aan het werk? Ja. Meen je niet? Tot de zaterdag aan het werk? Daar word ik niet vrolijk van. Ja, ik ben ook aan het werk. Maar ja, goed, jij ook. Ha, het is wel een eind lopen hoor, zo. Oh, je bent er klaar mee. Ja, dag Kees. Volgende. Nou, dat is niet erg spontaan. Nou ja, goed. Het is niet anders. Dag. Ga je nog wel wat leuks doen dit weekend? Nee. Niet? Helemaal niet? Nee. Wel, een paar leuke dingen toch wel? Nee. Zo saai? Ja, ik heb een rustig weekend. Een rustig weekend? Ja. Oh, nou, dat is niet echt spectaculair dan. Nee. Heb je nog wel wat te klagen? Nee. Ook al niet? Nee. Ik ben heel tevreden. Je bent heel tevreden? Ja, oh, dan straal je ook wel uit hoor, ja. Al die tevredenheid. Ja, hartstikke. Echt wel. Volgende. Ja, je wil van me af. Ja, ik wil graag van nou, jou. Doe maar heel spontaan volgende dan. Volgende. Die is goed, meid. Ja, dag. Nou, werk ze, hè? Ja, dank je. Jij ook. Dag! Ha, leuk momentje. Dank je wel. Het lijkt wel een reunie, dames. Ja, gezellig, hè? En de tulpjes erbij, of wat zijn het? Nee, zijn roosjes. Oh, zijn roosjes. Zien er mooi uit. Prachtig. Prachtig. Welkom in het programma, zeg maar. Nou, dat is leuk, hè? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ja. Hebben we een prijs gewonnen, of? Welke prijs had u in gedachten, meneer? Heeft u nog voorkeur? Nee, hoor. Een breedbeeld of zo? Of, ja, we hadden elkaar een reisje naar Spanje of zo. Een reisje naar Spanje? Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk, ja, hè? Ja, tuurlijk. En wat zijn de heren aan het doen op de markt? Lekker aan het shoppen? Ja, zo is dat. Heel goed, jongen. Gewoon achter de vrouw aan, gewoon volgen natuurlijk, hè? Volgen? Ja, zo werkt dat natuurlijk, hè? De kapitein loopt voorop en... De kapitein loopt voorop en meneer loopt erachteraan te hobbelen. Ja. Mevrouw, gaat dat altijd zo? Ja hoor. Ja, dat gaat altijd doe zo. Doe niet zo dichtbij. Niet zo dichtbij? Ja, ik kan het hebben hoor. Het is een mooi plaatje. Ja. Mevrouw, heeft u nog wat leuks te melden? Nee, helemaal niks. Heeft u nog iets te klagen dan? Nee. Ook niet. Ook niet? U bent heel tevreden. Ja hoor. Maar dat is alleen maar positief. Daarom. Oh, de heren klagen ook niet? Die klagen. Nee, u klaagt nooit? Dat is slecht jongens. Nee, gewoon niet doen hè, dat klagen. Nee, heel slecht. Heel slecht. Nee, je moet gewoon blijven lachen. Lekker zo op het weekend genieten. Zo is dat. We gaan de heren doen het weekend nog iets leuks. Ja, zeker. Wat gaan we jullie doen dan? Met voetballen. Met voetballen? Ja. Welke club? Blauw-geel. Blauw-geel? Ja. Echte die-hard van Blauw-geel? Ja. Spakenburg. Nee. Oh, Spakenburg. Nee, dat is niet. Er wordt te veel betaald. Nee, geen Spakenburg. Er wordt te veel betaald. Ja, te veel. We zijn met de topsalarissen. Dat doen ze bij Blauw-geel niet, hè? Nee. We doen het nog voor op, hoor. Daar ga je echt naartoe voor als echte fan. Daar ben je echt een die-hard. Daar ga je gewoon lekker voetballen kijken. Lekker voetballen kijken. Lekker drankje. Ja, toch? Heel goed, jongen. En wat vindt u van de derde helft? De derde helft, ja. Die is leukste, hè? Nee, die maken wij niet mee. Nee, die doen wel. Maar doen we altijd uit. Komen de derde helft? Jawel, mogen we wel komen, jawel, jawel. Ja, ja. Je houdt het netjes, hè? We houden het netjes. Gewoon heel netjes. Zo is het. Voor de gezelligheid. Ja, ja, goed bekeken. En u gaat ook naar het voetballen toe? Jazeker. Jazeker. Ja, we gaan meestal samen. Oh, met z'n tweeën? Ja. Dat is wel lachen natuurlijk. Staan ze goed voor, Blauw-Giel? Nou, niet zo goed. Nee, staan ze er niet best voor? Nog niet zo. Wat gaat er mis dan? Willen ze niet scoren? Nee. Nee, dat klopt. Dat is niet goed. Er komen een goede spits tekort.
een goede spits, die komen jullie tekort. Ja. Maar er komt nog een eindsprint toe. Oh, er komt nog een eindsprint? Ja. En dan gaan ze bovenaan staan. Nou, nou, dat is te hoog gegrepen, maar iets beter dan nu kan wel. Ja. Ja, toch? Ja, ja. Ja, dat helemaal goed, ja. Bent u blij dat ik even langskom? Nee, hè? Vanmiddag kom je vanmiddag even langer. Ja, ja, dan kun je het even, kun je het even opnemen. Het is mij koud op veld. Ja, er is maar één club in Ede, dat is Blauw-Geel. Je hebt er toch meerdere? Maar daar bent u geen fan van. Maar ja, dan, nee. Mag het niet over maar DTS hebben? Gezelligste club dan? Oh, ja. Ja, dat mag wel. Ja, dat mag wel, maar dat is niet uw clubje, hè? Nee, dat klopt. Heb ook nog in Bennekom zit er eentje. Ja, ja, daar zit ook. VVV Bennekom. Ja, maar daar gaan we ook nog een keer naartoe. Oh, daar ga je ook wel eens kijken. Jazeker. Oh, jullie zijn niet zo moeilijk. Nee. Je bent supporter van de hele vereniging. Van de hele gemeente. Van de hele gemeente bent u supporter. Ja. Nou, dat mag ik gewoon houden zo dan. Ja, doen we. Nou, lekker genieten van het voetballen vanmiddag. Of wilt u nog iets kwijt wat u echt eventjes voor camera wil roepen? Nou. Hé, hey, dan wat? Ja, het gaat allemaal hoor. Ja, ik heb zoveel, maar dan moet ik de hele week zitten praten. Hey. Is er zelfs zoveel ellende dan? Nee, dat moet niet aan beginnen. Laat maar gewoon lekker vrolijk houden vandaag. Mag ik maar eens woord even roepen? Gewoon volgende. Volgende. Nou meneer. Volgende. Dank u wel heren. Succes bij het voetballen hè. Ja, dank je wel. Dag. Ja. En nou even op zoek naar de dames, want die zijn er vandoor. We staan daar. Ja, van ellende. Ja, ik wil zo graag een keer op televisie nou lopen. Dan krijgen ze de kans en dan gaan ze er vandoor. Ja, laat maar zitten. De volgende keer beter. Dag. Dag. Nou, let op. En meneer Kees staat goed erop. Kijk dan eventjes. Net was die tent nog leeg. En nou is die helemaal vol. Dit is wat, hè. Dus even kijken of het goed gaat hier. Smaakt het, mevrouw? Jawel, hè. Toch? Nee. Oh, nee. Mevrouw is net binnen, dus die, die is net kan binnen. Er nog even ja. Nee, die moet ik even testen. Lekkere druifjes, ja? Nootjes. Ik heb ook een stukje smaakt het, mevrouw? Ja, is lekker. Ja? Nou, laten we even kijken of het smaakt. Ja, ik geniet hoor. U geniet er echt van. Heerlijk. Ja, hij gaat goed, meneer. Lekker scheppen. Oké. Ja, goed zo. Goed bezig hoor. Kijk even naar die rij. Zo, ziet er goed uit. Lijkt wel druk. Meneer, ik heb nog wel een kortingsbon. Jongen. Ik heb toch een. Ja, je hoeft niet weg te duiken. Nee hoor, ik doe gewoon een rondje. Nee, maakt niet uit. Wel wakker bent. Smaakt het allemaal? Ja? Heerlijk, goed gekeurd. Ja, ja hoor, ik zie u genieten hoor. Ja, het ziet er goed uit. Jawel. Mensen, denken jullie allemaal aan de kortingsbonnen? Oh, de kortingsbonnen, die zijn er ook nog. Overal liggen de kortingsbonnen. Wat een toestand weer, hè. Allemaal lekkere dingen. Heeft u buiten ook al vol, meneer? Ik word volgeladen. Oh, u wordt volgeladen. Oh, goed bezig. Nou, lekker happen dan, hè. Ja, ziet er goed uit. Ah, dan staat u helemaal achteraan, mevrouw. Dit is wat. Maar ik kom vanzelf aan de beurt, hoor. Oh, oké. Okay. Tot ziens, mevrouw. Ik weet niet tegen wie je het hebt, hoor. Tegen u? Oh, tegen mij? Ja, natuurlijk! Oh, nou ja, ik sta hier ook in de rij. Ja, ik denk, u zegt niks, maar... Nee, maar nou wel, hoor. Ja, natuurlijk zegt u wat. Ja. Jij bent bijna de laatste, u staat achteraan. Ik sta achteraan, ja. Maar dat geeft niet. We hebben geduld. Oh, u heeft geduld. Maar het ziet er zo goed uit. Oh, dankjewel. Ja, u ook, hoor. Ja, dankjewel. Ja, maar het eet ook, hoor. Ja. Ja, jawel. Nou, we gaan even kijken wat er is. Nou, lekker hap, hè? Ja, lekker dankjewel. Als het maar voor niks is, natuurlijk, hè. Ik smaak het. Kan ik iemand nog blij maken? Oh, u gaat aan de soep, mevrouw? U gaat aan de ettersoep? Ja, ik Surinaamse soepje. Oh, Surinaamse soepje. Nou, doe eens even happen dan. Ja, oh, dat ziet er goed uit. Ik zie het al. Ja, ja. Ik geniet ervan, hoor. Ja. Lekker proeven, lekker soepje. Ach, godverdorie, het gaat wel heel erg goed hier. Een Surinaams proeven. Kijk of die rij nog heel erg lang is. Nee. Oh, daar staan we nog wel aan. Dag, mevrouw. Goeiedag. U staat bijna achteraan, hè? Ja, moet even wachten. Even wachten, hè? Nou, ik heb schalen gezien wat er allemaal op ligt. Maar, moeite waard. Godverdorie, dat ziet er goed uit, hoor. Mooi zo. Dat is wachten wel waard. Ja. Ik zou het gewoon even doen. Doen we dat. En waar ga jij voor? Waar heb jij zin in? Chocolaatje? Chocolaatje? Dat is lekker zeg. Of en jij? Koekje. Jij ook voor de chocolaatjes? Nou, eet smakelijk zometeen, hè? Waar gaat u voor, mevrouw? Nou, die chocolaatjes zagen er wel lekker uit, hè? Ja, het ziet er allemaal zo lekker uit, hè? Nou, lekker happen zometeen, hè? Komt goed. Dag, meneer. Dag, meneer. Dag, meneer Kees.
Ik ga voor de Suderans, denk ik. Oh, de Suderans? Ja, ja, ja. Gewone vitamintjes. Gewone vitamintjes. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, ja, maar je kreeg zelf ook al wat aangeboden, Kees. Oh, wat? Wie? Ik? Ja, je kreeg... Wat krijg ik dan? Ja, je hebt het niet gehoord. Je bent zo druk met de klanten. Ja, hartstikke druk, man. Ja, 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 maar je kreeg... Kijk, 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 kijk. Wat krijg ik dan? Kijk, 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 kijk. Oh, een Suderansje. Verse Suderans. Oh, zet neer. Alsjeblieft. Ik schop hem zo lekker naar binnen. Dat komt helemaal goed. Dankjewel, hoor. Een Suderansje. Je bent zo druk met de mensen. Ik ben zo druk, hè. Nou, dan ga ik even mijn Suderans op drinken. Mag ik even het magische woord roepen? Gewoon volgende. De volgende, Kees. Dank u wel, meneer. Dag. Succes in de rij, hè? Ja, dankjewel. Dag. Dag. Hi. Wat heb jij nou bij je? Nou, ik heb zoute soep. Zoute soep? Ja, ken je dat niet? Nee, dat ken ik niet. Wat is dat dan? Dat is een Indonesisch-Surinaamse soep. Indonesisch-Surinaamse soep? Ja. Daar kom je zelf ook vandaan? Nou, ik kom uit Suriname. Oh, dat is wel een stuk warmer nou natuurlijk, hè? Ja, heerlijk. Vind je koud in Nederland? Valt wel mee, hoor. Je hebt sommige dagen die... Ja, dagen die erg koud zijn. Ja, maar ja, het liefst heb ik 22 graden, dan ben ik in mijn element. Oh, en dan een strak blauw luchtje. Heerlijk. En dan lekker aan het strand liggen natuurlijk, hè. Heerlijk, ja. Ja. Hoe lang ben je al in Nederland? Iets meer dan 5 jaar. En bevalt het? Ja, ik ben verliefd. Ben je verliefd op Nederland? Nee, op mijn partner. Ah, dat was het probleem. Ja. Ja, dan moet je hier naartoe komen natuurlijk, hè. Ja, klopt. Heb je er nog geen spijt van? Nee, hè? Nee, want pas een baby. Pas nou, een baby? Ze is nu 1 jaar oud. Oh, jongetje of een meisje? Meisje. Een meisje. Ja. Nou, dan ga je waarschijnlijk niet meer terug naar Suriname. Nou, ik wil nog naar de rest van de wereld. Oh, je twijfelt, ik zie het al. Waar wil je nog meer naartoe dan? Nou, ik wil nog naar Spanje. Ja. Ik wil nog naar Australië. Ja. Ik wil nog naar Afrika. Waarom ga je geen wereldreis maken dan? Ja, met een baby is het moeilijk, hè? Ah, en je moet ervoor sparen. Ja, maar met deze overheerlijke soep. Ja, er komt nog bouillon bij, hoor. De bouillon staat... Oh ja, nee, dat is een beetje weinig zo. Er zit er niet zoveel in. Ja, precies. Kom je mee, dan laat ik het even zien. Nou ja, je krijgt alleen even zeg het maar een momentje. Oh. Ja, maar dat is toch ook leuk? Zit je wel even in zeggen, maar. Ja, ja, dat is ook tuurlijk, altijd leuk. Tuurlijk. Nou, succes met je wereldreis. Dankjewel. Maar dat gaat er toch wel een keer voor komen, denk ik, hè? Misschien weet. Misschien wel. Ja. Ik verwacht er wel. Goed. Nou, fijn weekend, hè? Dankjewel. Mag je even het magische woord roepen? Volgende. Volgende. Dankjewel. Dag. Dag, dames. Omdat koffie gaat drinken, daar. Dag, welkom in het programma, zeg het maar. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Hoe is de smaak van de markt? Lekker? Ja, lekkere zouten haring op. Oh, lekker. Ja, die schaal is leeg. Dat is jammer natuurlijk. Ja, maar ze nemen 3-4 stukjes tegelijk en dan gaat het hard, hè. Ja, dat hoort niet, dus, hè. Je moet eigenlijk bescheiden één stukje nemen. Ja. Gewoon voor de smaak. Ja. Het is nou weer te doen, hè. Het weer is wat beter. Ja. Dus dan kun je weer filmen. Nee, goed, hè. Ze hebben mij ook weer losgelaten. Ja, is dat zo? Ze hebben de hele winter vastgezeten. Nee, ik moest gewoon de kou in, hoor. Ja, ook ik moest gewoon de kou in. Ja. En dan staan we dan op de markt. Ja. Dan staat die tent vol, hè? Nou, hè. Het is gratis, hè? Ja. Het is gratis. Ja. Ze staan te graaien. Daar kom ik ook. Ja, maar dat kun je ook, hè? Ja. Het is crisis, hè? Ja. Het is crisis. We blijven toch een beetje een Hollander natuurlijk, ja, hè? Tuurlijk. Ja. Nou, ik denk niet alleen een Hollander. Nee? Nee, ik denk dat ze er overal last van hebben. Zou het? Van die crisis. Ja, maar ik tik nou wel aardig door die crisis. Ja, ik vind het eng worden. Ik vind het echt eng worden. Ja? Ja, best wel. Nederland, nee, ik geloof niet dat het goed gaat. Ze vergelijken ons al met Griekenland. Dat kun je nagaan. Dat is niet best. Nee. Maar kunt u het financieel ook merken dan? Dat het ja, pensioenen en zeker. Zijn de dames gekort dan? Nee toch? Ja, pensioen. Ja, pensioen. En wordt in april weer, vanaf 1 april. Daar word je niet vrolijk van. Nee, daar word je niet vrolijk van. Jeetje. En weet je wat het ergste is? Weet je wat het ergste is? Ik woon in een seniorenflat. Ja. Die zorg die de mensen krijgen, die thuishulp en zo, wordt zo weinig. En dat ja, zelfs daar wordt op geknibbeld, hè, de zorg. Nou, gisteren zeiden ze toch, de bejaarden en degene die pensioen krijgen en de mensen met kinderen, die moeten inleveren. Ja, dat is en dat niet... zijn juist de mensen die het eigenlijk het slechtst kunnen missen. Maar ja, wat dacht je van de ouderen in een verzorgingshuis? Dat bedoel ik ook. Die moeten eerst eigen kapitaal opeten voordat ze überhaupt... Die kun je huis niet verkopen. Nee, je kan helemaal niks meer. Nee, heb je dat je zit eigenlijk als een rat in de val. Ja. Zo is het wel. Ja. Ik ben blij dat ik geen eigen huis heb. Ik ook. Nee, ik woon heerlijk op een vlekje. Ja, misschien heeft het allemaal iets beter voor elkaar op dit moment. Ja, maar ja, de huurverhoging weten we ook nog niet. Ja, dan krijg je de huurverhoging weer natuurlijk. Ja. Want jullie krijgen ook een paar procentjes bij. Nou ja, degene die boven een bepaald bedrag verdient, die gaan 4% geloof ik betalen. 4 tot 9% geloof ik kan het oplopen. Oh, dat zo? Ja. Nou, dat heb ik niet hoor. Ah, ik ben een grootverdiener, dus ja.
Jij wel. Natuurlijk. Hij is kapitalist. Ja. Kapitalist hoor, tuurlijk. Maakt mij niet uit. Nee, ik zit ver boven de balken en de... Oh, je wilt er ook vandoor? Ja, ik ga er vandoor. Hoezo, ga je een weekend houden? Nee, mijn man zit koffie te drinken en daar ga ik ook naartoe. Oh, ja. U hebt zin in een bakje koffie? Ja, zeker weten. Ja. En u heeft ook zin in een bakje koffie? Ja, en een broodje. En een broodje? Ja, heerlijk. Ondanks dat het hier gratis is in de tent, toch maar even een broodje halen. Hè? Jawel, ik vind het... Het is allemaal olijven en daar hou ik niet van. Ja, maar het is allemaal zo goed bedoeld. Het ziet er wel goed uit. Ja, geweldig. Ja, het ziet er geweldig wat ze allemaal doen. Uit. En ik vind het geweldig dat Ede en Veenendaal en alles van Food Valley... Nou, het leeft toch gewoon. Goed. Ja, ik vind het Ede toch best wel goed. De Edense markt is toch gezellig. Ja, en het doet het nog goed. En ze promoten het ook nog. Ja. Nou, wat willen we nog meer? Nou, ik ben niet ontevreden. Nou, dames, ga ze even strak naast elkaar staan. Even heel strak naast elkaar. Want je mag het programma afsluiten. We kennen elkaar wel. Nee, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. Zal ik hem voordoen? Ja. Dit was het programma Zeg Maar voor deze week. En graag tot volgende week. 3, 2, 1. Dit was het programma voor deze week. Voor deze week. En tot volgende week. En dan ga je? Zwaaien. 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 Ga door. Succes, hè? Hé, goed weekend, hè? Blijf zwaaien. Daag. Daag. Ach, kijk dan toch. En dan gaat de wind ook naar die tent heen. Wat een ellende weer. Maar het blijft wel druk en gezellig. Dit was het programma Zeg Maar voor deze week. En graag tot volgende week. Dag. Dag Kees. Doei. Dag schoonheid. Doei. Je hebt de mond vol zitten. Je mag niet meer vol de mond praten. Geen op. Wegwezen. Hop. Doei.